Bewoners van huurwoningen aan de Van het Zandstraat in Nijmegen hebben op een ludieke wijze geprotesteerd tegen hun nieuwe voordeuren. De bewoners vinden de deuren die in hun huizen zitten maar niks, omdat het raampje zo klein is. Zo lijken de net gevangenisdeuren, vinden ze. In de Van het Zandstraat besloten ze daarom een bord in de tuin neer te zetten om hun beklag te doen. Aan het bord hangt een gevangenisdeur als statement. De bewoners willen meer naar buiten kunnen kijken door het raampje in de deur. Honderden kinderhartjes begonnen sneller te kloppen toen de Zin dit weekend aanmeerde in hun regio. En hij had een druk weekend, want hij ging alle gemeenten in de buurt af. Zondagmiddag deed de Goedheiligman onder andere Ewijk en Wijchen aan. Een dag eerder waren Beuningen en Nijmegen aan de beurt. In Nijmegen ruilde hij, zoals gebruikelijk, zijn stoomboot heel even in voor de pannenkoekenboot. Dan staan we op de kade, de verwachting die is groot. We zingen leuke liedjes als we op de uitkijk staan. En voordat je het weet, dan komt de stoomboot alweer aan. En wie komt er alle jaren daar weer uit Spanje varen over de grote... Ondanks de regen en de kou stonden de kaders in de regio vol met enthousiaste kinderen die dit weekend voor het eerst hun schoen mochten zetten. De bieten gaan hun werk doen, ze zijn goed voorbereid. Cadeautjes zijn al ingepakt, het is nu bijna tijd. Straks gaat het gebeuren, alle kinderen gaan naar bed. De schoorsteen die staat open. Jan Willems van UTS Verkroost mag zich een jaar lang Nijmeegs ondernemer van het jaar 2017 noemen. Dat werd vrijdagavond bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in de vereniging in Nijmegen. Voor de titel waren behalve Willems nog twee Nijmeegse ondernemers genomineerd. Ook Patrick Schreven van Eco Plus Bouw en Erik Goorsenberg van Goorsenberg Fijnmechanica deden een gooi naar de titel, die uiteindelijk ging naar het bekende logistiek- en verhuisbedrijf uit Nijmegen. De prijs werd dit jaar voor de 9e maal uitgereikt in de vereniging in Nijmegen voor een gezelschap van zo'n 300 Nijmeegse ondernemers. Zondagmiddag was het zover. De 34e editie van de Zevenheuvelenloop ging van start om 1 uur. Met alle ogen gericht op Joshua Cheptegei. Hij deed een aanval op het wereldrecord op de 15 kilometer dat 7 jaar geleden ook in Nijmegen werd gelopen. Cheptegei kreeg het niet voor elkaar het record te verbeteren. Hij liep 3 seconden te langzaam. Later zei hij dat de wind hem partner speelde en hij was niet de enige. De 30.000 andere lopers, professionals en recreanten kregen na een tijdje ook te maken met het weer. Het waaide en het regende af en toe stevig. Er was ook nog wat regionaal succes te vieren. De Groesbeekse Rut van der Meijden werd de snelste Nederlandse vrouw. Zij liep maar liefst 14 seconden sneller dan haar persoonlijk record. Al met al spreekt de organisatie van de Zevenheuvelenloop van een vlekkeloos verlopen editie.